Breda Nu. Je weet het meteen. Kunstenares Yvonne Ney heeft haar debuutroman Het Scheve Meisje in het Breda's Museum gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester De Pla. Deze is het, Het Scheve Meisje. Het gaat over een kind, ja, de wereld van het kind, van binnenuit. Ik ben daar ingekropen, vanuit mijn eigen ervaringen sprekend. Maar ja, het kind komt zonder gebruiksaanwijzing ter wereld. Weet van niks, best lastig. Ook mooi. Ouders, ik was het eerste kind, wisten ook van niks hoe het moest. Met elkaar moet je dat avontuur aangaan. En daarover gaat dat eigenlijk, met vallen, opstaan, met veel hindernissen. En dan heel zintuigelijk beschreven, want het is ook een kind, ja, ieder kind wordt zonder taal geboren. Dus ook dat moet uitgevonden worden. De hele communicatie moet uitgevonden worden. En dan gaat natuurlijk van alles mis. Het heeft ook een beetje de ondertitel over dromers en buitenbeentjes. Ja. Was jij zo'n dromer vroeger als kind? Ja, ik was een stil kind. Dus ze dachten ook, ze is niet helemaal in orde. Stil in het hoekje de hele dag. Ik was altijd bezig, al heel snel een tekenboekje, maar ook ja, ik zat vaak te denken, te dromen. En dan weet de ander natuurlijk niet wat erin omgaat en wat je ermee moet doen. Ik denk dat haar grote kracht is dat ze op een hele beeldende manier de meest eenvoudige dingen waarvan we denken, nou, dat weten we allemaal wel, weer op een nieuwe manier kan laten zien. U kent het werk van Yvonne Ney als de dichteres, hè, de dichtbundels. Nu is er een roman, u heeft het boek gekocht. Wat verwacht u van dat werk? Wat verwacht u voor stijl? Heeft u enig idee wat de romancier Yvonne Ney gaat betekenen? Nou, dat is een goede vraag, want de poëzie is natuurlijk niet per definitie proza. Het is zelfs per definitie iets anders. Dus ik ben echt heel benieuwd. Maar ik denk dat er, ik heb ook net begrepen ook bij de presentatie, dat er ook gedichten in voorkomen. Dus dat zal dan min of meer bekend zijn. Alhoewel Yvonne toch wel iemand is die met verrassingen komt. Maar zeg maar, de boek zelf qua inhoud, ik heb wel iets over gelezen. Ik heb deze uitnodiging thuis gehad, dus daar heb ik al het een en ander in kunnen lezen. En ik ben zeer benieuwd. Ja, dat zat er altijd al in. Dat was eigenlijk al op de lagere school dat ik dat graag wilde. Ik maakte dan boekjes en ik naaide ze ook in elkaar en zo. En dan schreef ik ze helemaal vol. Dat was op de middelbare school ook nog. Ik zou eerst Nederlands gaan studeren. Maar ik dacht, ja, ik wil eigenlijk gewoon zelf het creatieve proces. Dat vond ik heel erg belangrijk voor mij. Het zou zomaar eens kunnen lukken dat Yvonne Ney doorbreekt landelijk als schrijfster. Oh, zeker, absoluut. Ja, zeker. Ik kende haar kwaliteit als dichteres. En dus ik ben des te benieuwder naar wat ons en mij, dus mijn vrouw en mij te wachten staat als lezer.